Welkom bij de 21.4 Biocast. En die gaat over DNA overschrijven. Nou zijn we op school niet zo dol op overschrijven, behalve in dit geval. Maar het gaat erom om RNA te maken van het DNA. Hier 70H, een plaatje uit je binas. Daar staat het eigenlijk allemaal in. Je ziet in het midden het DNA. Je ziet het paars een promotor aan de rechterkant. Daar gaat het beginnen, het overschrijven. RNA-polymerase ben je bij de vorige biocast ook tegengekomen. Die zorgt voor de hechting van de RNA-moleculen bij de replicatie van DNA. Wordt dat stukje RNA vervangen door DNA? Hier gaat het RNA natuurlijk gewoon door. En het gaat in de richting van links, totdat je bij het andere paars het eindsignaal komt. En je ziet de nucleotiden en die worden aan de drie-accentkant van het RNA aangekoppeld. Oké, hier hetzelfde plaatje, maar een beetje meer ruimte. Dit noemen we de template-streng, oftewel de matrijsstreng. En dat is de streng waaraan de RNA's gekoppeld worden. Je ziet de andere kant, de coderende streng. En dat komt omdat dat dezelfde code heeft als die van het RNA. Natuurlijk met één verschil, omdat de thymine bij het RNA vervangen is door uracil. Het RNA, het groene, dat zie je daar steeds langer worden. En het gaat hier in de richting van rechts, precies omgekeerd met de vorige dia. Dit is RNA-polymerase, die je net ook zag. Het DNA wat afgelezen wordt, wordt afgelezen van de richting van 3-accent naar 5-accent. En het RNA groeit in de richting 5-accent, 3-accent, zoals het ook met DNA gebeurde. Goed. RNA wordt gemaakt en dat heet pre-RNA, want er zitten nog verschillende dingen in die er niet in horen. Het startcodon zit er natuurlijk in, maar er zitten ook exons in. En exons zijn de dingen die expressie krijgen, die dus uitgedrukt worden, die zijn nodig. En er zijn introns en introns zijn niet nodig. Dus wat er gebeurt is de volgende kant, je ziet dat er een 5-accent cap komt. Daar komt dus een eindje aan en aan de rechterkant zie je een poly-A-staart komen. Allemaal A'tjes achteraan elkaar. En dan moeten nog die introns eruit. Nou, die zie je eruit geknipt worden. De stukken worden aan elkaar geplakt. En dan hebben we een stukje RNA wat naar buiten kan, de celkern uit kan. En vertaald kan worden in een polypeptide. Dit is hetzelfde plaatje, maar dan wat duidelijker. Hier zie je bovenin het DNA zitten, in de celkern, het zwarte. En dat wordt overgeschreven in RNA. Dan gaan de introns eruit. En dit is het gesplijste RNA. En dit kan naar buiten door de poriën van de celkern en komt in het grondplasma terecht. Een andere vorm van RNA die vertaald wordt en overgeschreven wordt. En die gaat niet vertaald worden in een eiwit, maar dat is het transfer RNA. Die ben je in V4 ook tegengekomen. En die zorgt ervoor dat de nucleotide uit het grondplasma naar het messenger RNA gebracht worden. Naar het ribosoom en het messenger RNA. Rechts of links zie je de formule. En rechts zie je de ruimtelijke figuur met als belangrijkste onderin het anticodon. Want dat zorgt ervoor dat juist dat aminozuurtje op de goede plek gebracht wordt. Hier nog zo'n figuur van de structuurformule. En rechtsbovenin de drie-accentkant, dat is de kant waar het aminozuurtje aangehaakt wordt. En onderin het anticodon. En ook hier weer de ruimtelijke figuur. Hier zie je een nucleosoom en een nucleosoom bestaat uit histonen, die ken je ook nog uit 21.3, en DNA, het blauwe wat er omheen gewikkeld zit. Nou, die staarten van die histonen kunnen gebruikt worden, want daar kan bijvoorbeeld een acetylgroep aan zitten. En als er een acetylgroep aan zit, dan activeert die juist dat gen. Als die er afgaat, dan wordt die geïnactiveerd. Hij kan ook nog wat langduriger geïnactiveerd worden. En dat is als er een methylgroep aankomt in plek van een acetylgroep.
Op deze manier is het mogelijk om, om te zorgen dat genen juist extra of niet vertaald worden in een eiwit. En dat noemen we epigenetica. Het kan ook zo met de bazen. Net zag je het aan de staarten van de histonen. Maar er kan ook een methylgroep gebracht worden aan die stikstofbazen van het DNA. En dat zie je hier. En dat zorgt ervoor dat chromatine heterochromatine wordt. En je weet nog, heterochromatine is niet te overschrijven. En dat brengt ons alweer aan de eind van de 21.4 Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.